Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we aangekomen in 5R Hulpdiensten Nederland. Vandaag gaan we kijken of de map weer verbeterd is. Want de vorige keer dat we het hebben gecheckt, was het niet zo heel goed. Vandaag gaan we weer kijken of misschien ze met de updates van Roblox, of misschien wel gewoon eigen updates, een leukere map en een speelbare map hebben gemaakt. Waar iets meer decoratie is. We gaan kijken of het misschien verbeterd is. Het is vroeg in de ochtend. Dan zijn de meeste van die kloters. Het is al een volle server trouwens. Oh jee. Nou, even kijken. Staat hier misschien een opslag? Dit zijn niet per se de auto's die ik had. Maar ja. We doen het er maar gewoon even mee. En misschien hebben ze iets van een auto iets gedaan. Gewoon auto's verwijderen. Maakt hem heel blij. Maar ik kan me niet herinneren dat ik deze auto heb gekocht. Of überhaupt had. Maar mijn nieuwtje. Veel gewoon dingen uit de V2, denk ik. Die ze hadden. Die ze hebben. Hier nog deze car dealer. Die komt uit. Die komt echt al uit bijna de eerste versie. Toen Wawer volgens mij nog net populair werd. Hier hebben we weer een hele lege muur. Geen verbetering. Nee. Het valt mee. Ze hebben wat leuke nieuwe gebouwtjes toegevoegd. Nou, de mooie basic fit. Even kijken. De map is nog steeds echt leeg. We gaan zo nog even naar de andere. Ik neem heel veel mensen zeggen, je moet er gewoon een beetje aan wennen. Maar dat is echt niet zo. Kom op. Je moet gewoon een beetje een volle map maken, toch? Ik ben het er wel. Ik vind wel, als je een map maakt, dat je dan wel iets overal moet neerzetten. Bijvoorbeeld deze weg. Wie gaat er nou op lopen? We hebben car dealer 1. Dat is daar volgens mij. Wat ik niet verkeerd heb. Ik heb het serieus helemaal verkeerd. Maar hier is car dealer nummer 2. Gefeliciteerd, je hebt 2 car dealers in een game. Deze car dealer, serieus beter. Is wel goeie. Alleen zou ik deze nog niet zo snel in Nederland zien. Maar ik vind hem serieus wel leuk. Van harte gefeliciteerd. Jullie hebben iets leuks in jullie. Dat is serieus een leuk ding. Niet dat je 2 car dealers hebt, dat is een beetje onzin. Maar maak dat soort gebouwtjes op meerdere plekken dan. Maak gewoon een klein bedrijventerreintje dan. Met die dingen. Maak in dat soort gewoon iets meer. Hier de McDonald's kan er staan. Weet ik veel wat nog meer. Dan heb je weer dit hele gebied bijvoorbeeld opgevuld. Dat scheelt weer, weet je. Dat is weer beter. Want nu is het gewoon weer een hele lange reis leeg. En minimaal daar even iets van een farmpje of zo. Weet je. Het vult de map ook alweer op. Het is ook van die kleine, heel klein dorpje of zo aan het einde. Met echt gewoon een paar dingetjes, maar nu is het gewoon leeg. Met af en toe dit soort huisjes gewoon copy-pasten. Het is gewoon jammer dat het een beetje leeg is nog steeds. Oh, dit is gewoon het gebouw dat ze eerst hebben. Oké. Gaan we de snelweg op. De vorige keer vond ik de snelweg erg leeg. Met weinig echte dingen die ik kon doen. Even rijden. Het kan zo zijn dat het einde van de map hier is. We gaan even de andere kant op. De vorige keer vond ik dit niet zo heel goed. De snelweg gewoon leeg. Gewoon niks gewoon. En ik hoop dat ze het iets hebben verbeterd. Het lijkt nu iets realistischer of zo. Maar eigenlijk ook weer niet. Ze hebben niet heel veel veranderd. Oh. Dat mag ook misschien wel beter. Oké, nou, daar zijn we weer. Onze andere auto is waarschijnlijk weg. Open opslag. En ik snap echt niet wat ermee is gebeurd. Maar volgens mij was er iets gebeurd met de mappen. Komt me niet eens binnen. Volgens mij was er iets met de map of zo. Daarom hebben ze volgens mij ook zo weinig vissen. Ik hoop dat dat is, hè. Nou ja, alsnog, het is niet meer per se mijn probleem. Oh, je hebt hier... Dat is wel leuk. Hier waar je bent. Maar... als ik dan toch weer kan zeiken. Waarom staat het dan niet hier of zo? Nee, maar dat is wel geinig, joh. Ik vind dit gebiedje wel leuk. Hallo. Ja, iets meer opgevuld. Hier kan ik wel van genieten, een beetje vol stadje. Maar alsjeblieft, je kan gewoon in de toolbox opzoeken old textures. En dan krijg je oude texturen. En dat is zoveel beter dan wat je nu hebt. Ik ben serieus verrast over dat dit wel goed is. Want een beetje volheid, dat kan echt wel. Dat is gewoon leuk. Dan kan je gewoon wel een beetje genieten van deze stad. Sorry voor mijn lage frames. Ik heb maar 22 fps, blijkbaar. Ja, dit lijkt me wel een leuk gebiedje. Alleen, als het hier ook een beetje voller staat. Misschien die huisjes hier zo een beetje om het hoekje. Met hier, hier. En dan in dit rijtje nog een beetje wat huisjes.
En dan misschien die tegenover ook nog een beetje. Dan is het gewoon een leuk dingetje. Leuk gedeeltje. Als je het mij vraagt, is dit wel het beste gebied tot nu toe? Voor de rest, ja, heel veel leegte gewoon nog steeds. Ik heb geen idee wat ze nu nog allemaal hebben. Of wat ze allemaal niet meer hebben. In ieder geval, de grass textures zijn nog gewoon actief. Maar ik ben met het gedeelte dat ze hebben veranderd en hebben verbeterd. Althans, bij het nieuwe winkelcentrum. Daar, dat vind ik op zich wel leuk. Van harte gefeliciteerd. Jullie hebben helemaal niets gewonnen. Maar de map is nog steeds leeg. Maakt niet uit verder. Maakt wel uit. Volgens mij kwam er, zeiden mensen al een V3 of zo. Ik hoop dat je dan nog meer doet met de spullen die je hebt. En het helemaal opvult. Want anders blijft het leeg. En leeg is niet goed. Toch? Ik hoop dat je het opvult. Dat het allemaal gefixt wordt. Ik hoop dat dit een leuke video was. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond deze video een beetje leuk. Like eventjes, abonneer. Zie jullie bij de volgende. Doei!